is hier wel degelijk een vraag aan de gang die op het hart van de rechtsstaat gaat. Ja, nee, voorzitter, ik heb natuurlijk net, daarom ben ik daar ook mee begonnen, met onderkoelde emotie. Maar dat heb ik hier vaker buitengewoon indringend gezegd, dat het mij zeer raakt, dat ik het verschrikkelijk vind wat er gebeurd is bij deze grote groep mensen. En ik, nogmaals, dat gaat er, waar gaat het om? Dat gaat omdat het hier gaat over de rechtsstaat. Het gaat hier over onze eigen mensen, onze eigen burgers. En het maakt mij dus niet uit wie dat zijn, wat hun rol is, want zo hoort de staat, zo hoort de rechtspraak, zo horen de instituties te functioneren. En dat is precies de reden dat ik ook de andere kant uit zeg. Niemand moet bevoordeeld of benadeeld worden. Dat is de essentie. En de vraag zal de staatssecretaris beantwoorden. De heer Omtzigt, nog een interruptie aan de minister. Ja, voorzitter. Ik geef niet helemaal de permissie om geen antwoord te geven, want is hier wel degelijk een vraag aan de gang die op het hart van de rechtsstaat gaat. En op het moment dat je ziet dat je in het ministerie, ja, sorry dat ik het zeg, de bewindspersonen tijdenlang niet in controle geweest zijn, gewoon niet in controle, dan is die vraag over als we een inspectie oprichten die niet mag handhaven, niet mag sanctioneren. En dan is die vraag van, joh, in 2018 krijg ik gewoon op mijn Kamervragen beantwoord. Binnen een jaar voldoen we volledig aan de AVG. Wat betekent dat er gewoon een likmefestje onderzoek is geweest of van AVG doen. Als je dit ding over het hoofd ziet waar 6000 mensen in kunnen, wat van het begin tot het einde er niet aan voldoet. Dus mijn vraag is tweeërlei. Wil hij die twee structurele problemen aanpakken, namelijk die goede functionarische gegevensbescherming en voldoende aanstellen en een inspectie aanstellen? En twee, tot nu toe moeten we iedere keer wachten totdat een rapport van de autoriteit persoonsgegevens ligt of van PwC. Dat is op zich niet nodig. Wij dienen als Kamer geïnformeerd te worden wanneer we wat weten. En als ik zo tussen de regels door luister in het eerste gedeelte van het antwoord, dan is er nog een heleboel van MKB en van gegevensdeling dat nog moet komen. Weten we dat nu al of wachten we tot dat externe onderzoek dat is? En als we dat weten, dan verwacht ik gewoon dat meegedeeld wordt aan de Kamer. De minister. Ja, voorzitter, waar het over ging net, en daarom heb ik de heer Omtzigt gevraagd om daar tijd op te geven, is we nemen die stap om die inspectie in te stellen. En waar volgens mij breed om gevraagd is, ook door de Omtzigt zelf, hier eerder in de Kamer. En daarvan hebben wij gezegd, ja, dat is alles afwegend, echt een verstandig idee gegeven de grootte van de problematiek. Nou is het zo dat er een groot aantal Kamervragen is binnengekomen, die heb ik overigens zelf nog niet gezien, waar ik ook van begrepen heb dat ook weer daar terechte vragen worden gesteld over hoe dat nou in te richten, wat daar de voor- en nadelen van zijn, hoe een inspectie typisch in Nederland functioneert, want je wil dat ook weer niet, je wil daar ook niet weer een soort sui generis creëren, je wil dat in lijn laten zijn met andere inspecties. En ik vind het prudent om dat dan in één keer allemaal naar het parlement te sturen. Ik zeg de heer Omtzigt toe dat ik nog even zal navragen wanneer die antwoorden komen. Kan ik dat in tweede termijn kan ik dat nog beantwoorden. Maar ik vind het niet prudent om er stukjes uit te halen zonder dat ik die totale set aan vragen en antwoorden heb gezien. Dank. Op dit punt de heer Azenkamp, maar kijk even naar de heer Omtzigt. Er waren nog wat andere vragen over of er nou genoeg functionarissen gegevensbescherming zijn en over maar niet beantwoorde Kamervragen. Misschien kunnen die beantwoord worden. De minister. Ja, maar dan kijk ik even rechts van mij, want dat zijn ongetwijfeld Kamervragen die aan de staatssecretaris gesteld zijn. Goed, dan de heer Azenkamp. Nou, voorzitter, ik vond conclusie van de minister, dat hij zegt, dit gaat in essentie over de rechtsstaat en over of alle burgers gelijkwaardig beschermd worden. En ik constateer dat je geselecteerd werd als je weinig inkomen had. Ik constateer dat je geselecteerd werd als je een andere nationaliteit had. Ik constateer dat mensen ook getarget werden in bijvoorbeeld de Schilderswijk en niet in Bezuidenhout. En ook niet in Wassenaar. En je werd niet getarget als je lid was van de Wassenaarse of de Noordwijkse golfclub, vermoed ik. En wat is dan de conclusie van de minister van Financiën over hoe zijn eigen departement omgegaan werd met die toegang tot die rechtsstaat en de rechtsbescherming van alle burgers? De minister.
Ja, voorzitter, dat, dan zijn we terug bij elk van de vorige debatten. En ook bij het, het verhoor, waar ik daar ook heb aangegeven dat dit natuurlijk dramatisch is misgegaan. En dat natuurlijk, er is niet, dat weten we inmiddels ook, was het maar zo simpel dat er één schuldige was. He, dat één iemand willens en wetens iets verkeerd had gedaan en het daardoor in de soep was gelopen. Maar de conclusie is in zekere zin natuurlijk veel verontrustender. He, dat, ik ben er echt ten diepste van overtuigd dat het overgrote deel, echt het overgrote deel van de mensen die voor de Nederlandse overheid werken, of het nou politici zijn of ambtenaren, maar laat ik daar zeker in positieve zin ook voor de ambtenaren, over de ambtenaren wat zeggen, dat die de publieke zaak zeer toegedaan zijn, dat die met volle integriteit hun werk doen en ook elke dag naar hun werk gaan om Nederland weer een beetje beter te maken. En desalniettemin is het op het ministerie van Financiën, bij de Belastingdienst, bij het ministerie van Sociale Zaken, bij de rechtspraak op allerlei plekken. Het is niet aan mij om over de rechtspraak te praten, maar daar heeft men zelf ook hele kritische noten gekraakt. Is het misgegaan? Dus dit is natuurlijk, daar heeft de rechtsstaat en daar heeft de trias politica in vrijwel elk facet gefaald. Dat is ook waarom ik dit zo hoog opneem. Dat is ook waarom ik zeg, dit gaat in essentie over de rechtsstaat. Dus ik ben dat gewoon met de heer Azarkan eens. Goed, dan stel ik voor dat... de heer Omtzigt. Ja, ik hoop echt te horen of de functionaris geestbescherming, die valt onder het ministerie, of er nou een volwaardige dienst bij het Belastingdienst opgezet gaat worden, die fatsoenlijk gaat toezicht houden op de AVG, want het is volledig misgelopen daar. En ik zou graag willen weten wat de andere zaken zijn waarvan we nu al weten dat ze er liggen. Dus hoe erg is het bij MKB? Hoe erg is het bij 1043? Want tot nu toe moeten we iedere keer externe onderzoeken afdwingen waar het dan in één keer uit de lucht komt vallen. Ik neem aan dat er ook zelf onderzoek gedaan is. De minister. Ja, voorzitter, ik heb net al aangegeven wat ik in tweede termijn zal doen. En ik hoorde hier een gesprek waar wat suggereerde dat een deel van het antwoord van de vraag van de heer Omtzigt wellicht ja is. Maar dat zal de staatssecretaris nog completer geven. Dan geef ik nu de staatssecretaris Veilbrief het woord. Ja. Maar zijn er nog dingen die nu bekend zijn die gemeld moeten worden? Want ik bedoel, we hebben het nu alleen over een heel klein deel van de FSV-lijst. Daar staan 10.000 mensen op, terwijl er in totaal 275.000 mensen op stonden. We vragen al 2 jaar na met wie zijn ze uitgewisseld. Daar is toch bekendheid over op het ministerie? Of wachten we tot het PwC-rapport over een aantal maanden komt en doen we alsof we het daarvoor niet wisten? De minister. Voorzitter, ik heb de vraag heb ik 4 keer geprobeerd te beantwoorden. En ik verwijs nu door naar de staatssecretaris. Want ik heb nu geen antwoord op een van die vragen. Anders dan dat ik in tweede termijn op die set aan vragen die er ligt, dat we daar gewoon antwoord op geven. En dat ik terugkom op de timing daarvan. Dan geef ik nu echt het woord aan de staatssecretaris. Voorzitter, er is hier een misverstand. Dit gaat niet om die set vragen. Dit gaat om de algemene vraag. Wij krijgen iedere keer een klein brokje informatie hier. En uit de antwoorden lijk ik te beseffen dat er ook bij MKB iets groot mis is. En dat die FSV-lijsten behoorlijk breed gedeeld zijn. En dat we nu weten met wie ze gedeeld zijn. En ik zou graag willen weten van wie van de 3 bewindspersonen ik kan horen met wie deze gegevens gedeeld zijn. Zijn ze gedeeld met private partijen? Zijn ze gedeeld met gemeentes? Uw met justitieketen? Met alle anderen? De minister. Ja, voorzitter. Nogmaals. Ik zou graag de staatssecretaris willen laten beantwoorden. Want er is mij op geen, dat is zijn verantwoordelijkheid. Maar er is mij op geen enkele manier daar informatie over bekend. Dus dat moet de staatssecretaris gewoon beantwoorden. En als er iets is wat ik wel erop kan antwoorden, dan doe ik dat in tweede termijn. Ja, simpeler kan ik het niet maken. In het torentje zit minister-president Mark Rutte achter zijn bureau. Zijn gezicht staat ernstig. Ondanks al het gejubel in Den Haag is het niet zo vreemd dat het borrelt en broeit in het land. Voorzitter, ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Ik ben witheet. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Wij zijn geen collega's. We zijn geen vrienden van elkaar. We zijn ambtsgenoten.